Suriname heeft binnen 3 jaren een internationale reserve van 1 miljard Amerikaanse dollar opgebouwd, zei president Chandrika Prasad Santokhi afgelopen weekend tijdens zijn werkbezoek aan het district Nikeri. De internationale kasreserve was eerder 40 miljoen Amerikaanse dollar. Dit is volgens het staatshoofd bewijs dat de financieel-economische crisis duurzaam is beheerst. De positieve ontwikkeling is volgens het staatshoofd ook te zien in de economische groei. Waar wij een economische groei hadden van min 8% door IMF nog enkele dagen geleden geprojecteerd, dat we nu een economische groei hebben van 2,3% plus in 3 jaren tijd. Daar waar we een zware schuld hadden, hebben we een schuldherschikking bereikt met alle schuldeisers. Dat er nu sprake is van een duurzame schuldherschikking en een tijdlijn daarvoor uitgezet. En met die schuldherschikking van die 4 miljard gaan wij als land, gaan wij als volk en onze kinderen en kindskinderen meer dan 900 miljoen Amerikaanse dollar minder betalen. Weet je wat voor bedrag dat is? We gaan minder betalen door die onderhandelingen. De president benadrukte het bereiken van stabiliteit en het terugbrengen van het begrotingstekort van 19% naar 4,3%. Onze schuldpositie is van 165% in relatie tot ons BBP teruggebracht naar 119%. Ik weet dat deze moeilijke economische cijfers zijn, maar het betekent we zijn stabiel. Het betekent dat we onze crisisfase voorbij zijn. Het betekent dat we uit de crisis zijn. En u merkt dat aan die koers die tot en met vandaag nog aan het dalen is. Alles met kleine puntjes is aan het dalen. President Santokhi benadrukte dat de economische groei verder op gang zal komen en nog meer wanneer de gemeenschap genoeg ademruimte heeft.